Hi, ik ben Jessie. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Welkom terug op mijn kanaal. En voor als je nieuw bent, welkom bij mij. In deze video ga ik heel veel nieuwe producten testen die ik nieuw heb gekregen, die ik nooit eerder heb getest en daarmee heb ik deze look gemaakt. Het is niet een full face nieuwe producten, maar ik heb wel aardig wat nieuwe producten getest. Ik krijg heel vaak van merken dingen opgestuurd en soms gebruik ik het in de video, soms niet. En er lag een aardig stapeltje hier op de tafel naast mij van allemaal nieuwe producten die ik eigenlijk nog niet heb getest, nog niet heb aangeraakt. Dus laat ik een first impression video maken waar ik heel veel nieuwe dingetjes test en uitprobeer of het werkt en er probeer een look mee te maken. Dus ik heb niet alleen maar nieuwe producten gebruikt, maar wel heel veel nieuwe producten. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Dit is de look die ik in ieder geval mee heb kunnen maken. Dus ben je benieuwd welke producten ik heb getest, wat ik van de producten vind en hoe ik deze look heb gemaakt? Blijf dan kijken. Oké, ons hele gezicht is nu ready voor de make-up. Ik heb mijn dagcreme net al aangebracht en nu gaan we een nieuwe primer gebruiken. In ieder geval voor mij een nieuwe primer. En zo ziet hij eruit. En dit is de Honey Do Me Up Primer. Serum en primer volgens mij. Ja. Skin serum en primer. Oeh, hij is veel jellier dan ik dacht. Oké. Ik kan gewoon met het spateltje zo aanbrengen over mijn gezicht. En dan ga ik hem inwerken met de Real Techniques Dual Fiber Face Brush, waar ik altijd mijn primer mee aanbreng. Hij voelt hetzelfde als de L'Oreal Primer van Guerlain, die ook met die gouden stukjes erin. Hij voelt redelijk hetzelfde aan. Oké, dit voelt goed. Nu gaan we meteen door naar foundation. En dit is eigenlijk niet een nieuwe foundation. Dus het is eigenlijk niet een first impression foundation. Maar dit is de Urban Decay Naked Skin One and Done Hybrid Complexion Perfector met SPF 20. En ik heb hem in de kleur light. En heel veel mensen op YouTube een tijdje geleden vonden deze helemaal geweldig. En toen ik deze kocht had ik nog een hele slechte huid. Had ik nog heel veel acne en had ik een hele vette huid. En toen werkte hij totaal niet voor mij. Maar ik dacht iedere keer alweer van, ik moet hem nog een keer gebruiken om hem te testen op mijn huid nu. Omdat ik natuurlijk een veel betere huid heb en je veel minder van de roodheid er doorheen ziet. Dus het is gewoon natuurlijk, hij ziet er zo uit met een pompje. Dus ik ga hier een beetje van de achterkant van mijn hand aanbrengen. Hij is wel redelijk donker, dus ik ben heel benieuwd, terwijl hij wel in de kleur light is. Ik ga met mijn beauty blender hem over mijn hele gezicht aanbrengen. Maar dit is dus niet echt een, ja, dit is dus echt een hele subtiele foundation voor in de zomer. Je ziet echt bijna helemaal niks. Hallo? Oh, dit is echt super naturel. Echt heel erg naturel. Oké, anders dan ik gewend ben uiteraard. Het ziet er wel mooi uit, het is zeg maar een complexion perfector. Dus hij moet je eigen huid zeg maar perfectioneren. Je ziet wel alles echt nog doorheen. Oké. Dit is heel gek, het ziet er zeg maar wel mooi uit. Alleen je ziet nog wel alles. Het is gewoon alleen een beetje geblurred en ietsje minder. Ik ga het wel gewoon mee doen. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit er nu uitziet zeg maar als mijn hele make-up af is. Want toen ik acne had, zag je alles er nog doorheen en was het niet mooi. Ik ben wel iets bruiner dan zeg maar mijn normale foundation. Dat is niet heel erg. Maar ik denk dat dit gewoon echt een super goede foundation is voor in de zomer. Voor als je eigenlijk niks op wilt. En je zit natuurlijk SPF 20 in, wat altijd super goed is voor je huid om een SPF te gebruiken. En die zit dan gewoon in deze foundation. Dus dat is top. Ik heb geen nieuwe foundation om te testen, maar ik ga gewoon de Urban Decay Naked Skin Concealer gebruiken. Mijn concealer ga ik afpoederen met de Urban Decay D-Slick Powder, alleen onder mijn ogen, zodat hij niet in mijn lijntjes gaat zitten als we de contour doen en we overal heen kijken met onze ogen. Dus we moeten dit eventjes snel zetten. Nu gaan we door naar de cream contour en daarvoor ga ik dit product gebruiken. En dit is de Hoola Quickie Contour Stick. Dus dit is een contour stick van de Hoola bronzer, maar een van mijn favoriete bronzers. Hij heeft nu dus ook een stick voor hem. En ik heb hem al een keer geswatcht op Snapchat. Ik ben super benieuwd. Ik vind Hoola heel mooi kleuren op mijn huid. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga denk ik gewoon een streep zetten. En dit dan blenden. Oh ja. Aan deze kant ga ik hem ietsje hoger zetten, want daar was hij iets te laag. Dus ik zet hem hier ietsje hoger, echt op mijn cheek. En dat ga ik blenden. Hij is wel heel lastig om te blenden, maar hij is wel te blenden. Zoals je kan zien, hij blendt wel, maar hij blendt wel ietsje lastiger. Ook mijn kaak doen. Als je met de contour stick je kaak gaat contouren, alleen naar beneden, niet naar boven. Want anders ben je een soort van baard erop aan het stippelen. En dat wil je niet. Je wil juist dat je kaaklijn of je kaak ietsje meer naar beneden valt. Dus je moet hem altijd naar beneden blenden en niet naar boven. Want dat ziet er super gek uit. En het voorhoofd. Dat is wel heel veel.
Hij is hier en daar een klein beetje vlekkerig. Vooral op mijn voorhoofd. En hier is bijvoorbeeld een klein vlekje. Misschien dat dat straks nog met de poeder weggaat. Maar voor nu, hij is wel fijn. Hij is wel een beetje lastig om te blenden. Maar tot nu toe gewoon, ja, werkt hij wel. Nu ga ik de rest van mijn gezicht even afpoederen met de losse poeder van MAC. Dit is de Set Powder. Ik heb geen nieuw product om mijn wenkbrauwen mee te doen, dus die ga ik eventjes gewoon met mijn NYX Eyebrow Gel doen. Dus dan ben ik zo terug. De wenkjes zitten erop en nu ga ik door naar poedercontour. Ik heb natuurlijk al een basis neergelegd. Dat doe ik altijd zodat mijn poedercontour niet heel vlekkerig wordt. Want meestal als ik gewoon een poeder gebruik, wordt die door mijn texture op mijn huid een beetje vlekkerig en niet mooi. Dus daarom doe ik eerst een cream en daarna poeder eroverheen om het mooiste en meest flawless effect te krijgen. Voor mijn contour ga ik de nieuwe Hoola Light gebruiken. En toen ik zag dat deze eruit kwam, toen dacht ik echt... I need it. Dit is de normale Hoola. En dan zit de Hoola Light. En qua kleur is die een stuk lichter. Hij is dus light. Zoals je kan zien, dit is de normale, dit is de light. Hij is een stukje lichter. En deze is heel lang, omdat ik zo'n lichte huid heb, een stukje te donker voor mij geweest. En af en toe is hij dat nog steeds. Maar ik gebruik hem wel omdat ik het gewoon een super mooie bronzer vind. Maar nu hebben ze dus de Hoola Light. En ik ben super benieuwd hoe deze op mijn huid is. Dus ik pak mijn grote Morphe M527. En daar ga ik ermee een beetje er doorheen. Tik het een beetje af. En dan... hou ik over mijn contour heen. Oeh ja. Dit is echt perfect voor als je een lichte huid hebt. Amazing. Ja. Gorgeous. Gorgeous. Dankjewel Benefit. Voor het maken van een lichtere Hoola. Uiteraard ga ik met deze ook mijn neuscontour nu proberen te doen. Kijken hoe die op mijn neuscontour is. Want die werkt altijd net ietsje anders. Dan normale contour. Die kan ietsje snel vlekkeriger worden en ietsje donker. Maar dit is gewoon de perfecte kleur. Dit is perfect. Voor blush ga ik ook een blush van Benefit gebruiken. En dat is deze. En dit is de Rocketeer blush van Benefit. Ik ga mijn Morphe M509 gebruiken. En kijk hoe gorgeous deze blush eruit ziet. Er zit heel erg shimmer overheen. En ik ben super benieuwd. Ja, de shimmer had voor mij wel ietsje meer gemogen. Een hele mooie kleur. Het is nu hier veel te veel, maar ik ga straks nog eventjes onder mijn contour het schoonmaken met losse poeder. Want nu ziet het er een beetje gekkig uit hier. Nu ga ik even met het platte penseel van Morphe de E55 en de MAC losse poeder even mijn contour strak maken. Omdat die ietsje slordig is aan de onderkant. Omdat ik met die contourstick ook ietsje te laag zat en zo. En dan doe ik ook altijd zo... de voorkant mee pakken. Als ik het straks wegpoeder, is dit een stuk cleaner dan dit. Deze loopt iets te ver door en ziet er een beetje, ja, gekkig uit. En ik doe deze ook even bij mijn neuscontour. Om die iets smaller te laten lijken. Want als je hier poeder doet, lijkt het net alsof dit stuk nog bij je onderoog hoort. Zodat je neus een stukje smaller. Nu gaan we door naar oogschaduw. En voor oogschaduw heb ik dit gigantische palet van Inglot. Er zitten een aantal winkels van in Nederland ook. Waaronder in Amersfoort, weet ik. En ze hebben mij dit... gigantische palet opgestuurd met al hun prachtige oogschaduws. Gewoon een aantal kleuren. Echt super veel kleuren. Maar ik ga deze range nu gebruiken. Gewoon de beige kleuren die ik eigenlijk altijd gebruik. Maar ik vind het super mooie kleuren. En ik ga dus daar wat mee doen. Als allereerst ga ik deze creamy-achtige shade gebruiken. Als transitiekleur. Die zet ik dus boven mijn kaderboog. In mijn kaderboog. Dan ga ik door naar deze onderste kleur. En deze ga ik in mijn kaderboog zetten. Oh, deze oogschaduws. Ik heb nog nooit oogschaduws van Inglot gebruikt. Maar deze zijn zo gepigmenteerd. En zo creamy. Ze blenden ook zo mooi uit. Het is echt gewoon, je hoeft niet veel moeite te doen om een mooie overloop te krijgen. En ik trek hem altijd aan het einde een beetje zo naar binnen toe. En dan blend ik dit om zo zeg maar rond af te sluiten. Dus trek ik hem iets naar binnen toe en dan doe ik mijn ogen dicht. En dan kijk ik hoe het dan uitziet. Nou, dan valt bijna dit hele mooie geblend bijna weg. Dus dan zet je hem nog ietsje hoger als je je oog naturel houdt, hoe je je oog normaal altijd zou houden. En dan ga je weer terug met die vorige kleur om dit aan de bovenkant dan weer netjes te blenden en een mooie overloop te krijgen. Deze oogschaduws zijn qua hoeveel pigment ze hebben een beetje vergelijkbaar met de VisArt paletjes, de VisArt oogschaduws. Die zijn ook super gepigmenteerd, super blendable, super creamy. Daar kan je deze denk ik een beetje meer vergelijken als je ervaring hebt met de VisArt paletjes. Dan weet je wat je hier eigenlijk een beetje van kan verwachten. Die VisArt paletjes zijn echt bijna 80 euro of zo voor een mini klein paletje. Dan met een iets preciezer penseeltje en deze hele erg donkere chocolade kleur nemen we een heel klein beetje van. En die gaan we nog aan het einde in de arcadeboog nog ietsje verder blenden. Om iets meer diepte te krijgen aan de buitenkant en aan het einde in de arcadeboog. Zoals je kan zien, er komt net ietsje meer diepte in en net ietsje meer kleur.
En nu vooral voor het hele ooglid heen ga ik deze kleur gebruiken. En hier, ik heb mijn penseeltje nat gemaakt met Fix Plus. En dan ga ik er goed doorheen. Die gaan we over het hele ooglid aanbrengen. En dan gaan we nog één keer terug met die tweede kleur om deze rand weer een beetje, vooral aan het einde te blenden. Zo. En dan weer met datzelfde preciezere penseeltje pak ik een mix van deze twee onderste kleuren. En deze ga ik onder mijn oog aanbrengen. Die trek ik gewoon helemaal door. Onder mijn oog. Heel charmant. En die sluit je uiteraard hier goed aan. En dan pak ik nog één keer deze kleur. En daarmee ga ik de onderkant iets verder blenden. Nu pak ik mijn Jeffree Star Highlighter in Ice Cold als inner corner highlight op dit kleine precieze penseeltje. Die zet ik gewoon in mijn inner corner. Om even gewoon die extra pap in je ooghoek te krijgen. Voor in mijn waterlijn ga ik deze eyeliner gebruiken. Deze is ook van Inglot en dit is de Kohl Pencil in de kleur 05. Het is een beetje een lichte concealer kleur. Hij is dus niet wit en dat is bij deze look vooral omdat hij best wel matcht met die kleur. Maakt je ogen ietsje groter en laat je net iets cleaner uit je ogen kijken. Met het puntje van mijn Beauty Blender trek ik mijn oog naar beneden. En dan zet ik zo het lijntje onder mijn oog. Nu voor mascara ga ik ook een mascara van Inglot gebruiken. Dit is de Lash Enhancer. Mijn borstel ziet er heel spannend uit, dus ik heb deze nog nooit gebruikt. Ik ga er gewoon in. Ik ben benieuwd. En dan mijn wimpers een beetje aan elkaar plakken. Dat vind ik ietsje minder. Dit zijn als basis voor mijn nepwimpers. En voor nepwimpers ga ik de Ardell Wispies gebruiken. Dit is een paar die ik al een paar keer heb gebruikt. Maar alsnog, deze kan ik ongeveer 5 keer gebruiken. Na 5 keer dragen worden ze iets, er komt er iets te veel lijm in de haartjes zelf. En dan wordt het gewoon niet meer heel erg mooi. Ik gebruik de Duo Zwarte Lijn. Die extreem erg stinkt. Maar daar moeten we niet op letten. Ik wil dus een druppeltje op de achterkant van mijn hand. Ik haal hem er doorheen. Dit laat ik even goed drogen, dat hij goed plakt. Dat hij goed stevig blijft plakken straks. Ja, ik heb dan dit hele handige tooltje die op deze manier eruit ziet. Op de goede plek zet ik eerst de achterkant vast. En dan de voorkant. Dit laat ik even drogen. En ondertussen als ik die laat drogen ga ik mijn andere wimper doen. Zo. En dan heb ik deze hele handige mini wimperkruller waarmee ik mijn eigen wimpers en de nepwimpers zo samen druk. Zodat het net lijkt alsof de wimpers uit jouw eigen hoofd komen. Wacht wel eventjes met dit doen tot de lijm droog is. Want anders kan die zeg maar hier aan vast blijven pakken. En dan trek je de wimper er weer af. Dat is namelijk mij meerdere keren gebeurd. En het werkt het beste als je mascara ook nog een heel klein beetje nat is. Dus ja. En nu voor highlighter ga ik dit highlighter palet die zelf is samengesteld met 4 kleuren van Inglot ook gebruiken. Als allereerst pak ik deze bovenste lichtste kleur met mijn Kruidvat Fan Brush. Hier ga ik goed doorheen. Zoals je kan zien is die heel poederig. En hiermee ga ik gewoon op mijn jukbeen dit aanbrengen. En deze is echt heerlijk extreem. Ik hou van deze highlighters. Deze heb ik al een tijdje. Dus dit is niet de first impression. Maar oh my god. Inglot highlighters. Girl. Deze pakken we ook op het puntje van de fanbrush. En dan gaan we over alleen het puntje van de neus heen. Niet helemaal over de neus. Gewoon echt zo over het kleine puntje van je neus heen. En de bovenlip. En ik doe het zo helemaal over mijn hele lippen heen. Dan pak ik die kleur daaronder, de iets donkerdere kleur. En hiermee gaan we over de contour en over de highlighter heen. En werken we hem naar boven, naar de lichtere highlighters. Zodat als je zo gaat, dat je hele cheek glowy is. Dan met dit grote penseel haal ik alle overige losse poeder die op mijn gezicht zit weg. Met deze wenkbrauw gel van Urban Decay, de Tinted Brow Tamer, haal ik de poeder uit mijn wenkbrauwen vandaan. Waaronder de highlighter en alle poeder en alles, oogschaduw en alles wat er op terecht is gekomen. Voor lippen ga ik deze lipstick van MAC gebruiken. Deze is van de nieuwe collectie Color Rocker. En dit is in de kleur Gritty Girl. En dit is een hele grauwe nude kleur. Een beetje Posh Spice van Jeffree Star. Maar als allereerst ga ik deze lipliner van Colourpop gebruiken. En dit is de lipliner in de kleur Tootsie.
En dan gaan we dus met de lipstick over de lippen heen. Het is wel een hele grauwe lipstick, maar ik vind hem wel heel cool staan bij deze look. En dan als allerlaatste stap fixing spray. En daarvoor ga ik deze NYX Dewy Finishing Long Lasting Setting Spray gebruiken. Dus dit is uiteindelijk de look geworden. Ik ben best wel onder de indruk van de look. De lip is al ietsje te grauw voor wat ik normaal mooi vind. Het staat meestal redelijk dood bij mij. Maar nu ik een hele felle haarkleur heb, staat het al ietsje beter, zulke grauwe kleuren. Ik denk dat dit mijn nieuwe favoriete zomer foundation wordt, want het ziet er... Het is heel erg basic, het is heel erg naturel deze foundation, maar alsnog kan ik er wel zo'n look mee maken, dus ziet het er wel heel goed uit. En er zit SPF 20 in, dus ik denk dat ik deze echt wel weer vaker ga gebruiken. Dus ik ben heel erg blij dat ik deze nooit heb weggegeven of heb weggedaan ofzo, want ik geef meestal als dingen voor mij niet werken. Geef het aan mijn zus of whatever. Maar deze heb ik zelf gehouden en ik had ergens al denk ik misschien in mijn achterhoofd zitten van, misschien ga ik deze nog nodig hebben. En dat klopt helemaal, want nu ziet het er echt gewoon super mooi uit bij mij, vind ik zelf. En de Hoola Light is ook echt geweldig, ben ik super, super blij mee dat ik deze heb en dat ik deze nu heb getest, want... Oh my god. Dit was de video. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vond je de video leuk? Geef de video even een duimpje omhoog. Laat beneden in de comments weten wat jij van al deze producten vindt. Heb jij deze producten al getest? Wat vind je er zelf van? Vind jij ze fijn, niet fijn? Laat in ieder geval jouw mening wat jij over deze producten vindt hier beneden eventjes weten. Ik vind het super leuk om al je leuke lieve comments te lezen. Heel erg bedankt voor het kijken en tot in de volgende video. Doei!